Ja, Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging, u bent ook hier. Wat verwacht u van vandaag? Ik verwacht dat het heel druk wordt en ik verwacht dat het ook een mooie dag wordt. Ik denk dat ze hier heel goed aan hebben gedaan om het hier te houden. Lekker op het boerenland, tussen de eigen mensen en ook de burgers natuurlijk. Want heb ik ook gehoord dat er ook nog heel veel van hier onderweg naartoe zijn. Dus nou, allemaal foodtrucks, allemaal lekker eten en drinken, muziekje. Dus gaat helemaal goed. Ja, u krijgt straks ook het woord op het podium. Wat zou uw boodschap zijn? Nou ja, ik wil in ieder geval de boeren gewoon opnieuw een hart onder de riem steken. En ze melden dat er echt wel partijen zijn met gezond verstand. En die echt gewoon een goede strijd voeren voor de boer. Vanzelfsprekend zijn wij daar één van. Ik zal ook iets vertellen over het stikstofplan wat we vandaag hebben gepresenteerd samen met Jaar 21. Waarin we een aantal maatregelen willen nemen om de boel weer los te trekken en voor een eerlijk beleid. Ja, kunt u daar iets van toelichten? Nou ja, een van de dingen is dat wij vinden dat de kritische depositiewaarden, dus de stikstofneerslag op de Natura 2000 gebieden, die waarden die zijn zo ontzettend streng hier dat ze onhaalbaar zijn, zegt ook het Planbureau voor de Leefomgeving. En wij willen eigenlijk die kritische depositiewaarden uit de natuurbeschermingswet halen als resultaatverplichting. Dus dat je daaraan moet voldoen, want er is niet aan te voldoen. En meer als een indicator, dat als het wordt overschreden, en die normen moeten bovendien ook nog omhoog, ander punt. Als dat wordt overschreden, dat je gaat kijken in een natuurgebied of de natuur daar inderdaad in slechtere staat verkeert. En wat je daar dan aan moet doen. Ja, laatste vraag. Jullie staan goed in de peilingen. Heel veel nieuwe leden erbij sinds de stikstofplannen. Wat valt er voor u nog te winnen hier? Ja, kijk, ik kom hier niet om te winnen. Ik kom hier om boeren gewoon een hart onder de riem te steken. En kijk, nu toevallig is vandaag een heel groot protest. Maar ik ben elke week wel bij boeren, ook aan de keukentafel, ook onzichtbaar. En voor mij, ja, ik hoef hier niks te winnen. Ik wil gewoon die boeren gewoon steunen.